non-binair, transgender, de LHBTQA+ community kent veel kleuren. De HVA Pride, die komt erachter dat er nog veel vragen over zijn. Wat is het nou allemaal eigenlijk? En daarom gaan wij vandaag de kennis checken van de studenten van de HVA. LHBTQA+. Wat LHBT, dat was iets met homo's of zoiets, toch? Biseksueel, wacht even. LHBT. HBT. HBT. Bi misschien, homo en transgender. Ja, Joey, we moeten weten van jou. Ja. Weet jij wat non-binair is? Het klinkt me wel bekend, maar ik weet niet wat het is. Geen idee. Dat is volgens mij dat je je niet associeert met een geslacht. Is dat je helemaal geen seksualiteit hebt? Non-binair. Welke richting denk je nu? Seksualiteit. Dat je niet identifieert als een geslacht. Het woordje non zit erin, dus de niet en dan bi is... Non-binair en bi staat voor twee natuurlijk. Is het niet dat je je beide niet voelt? Dat je tussenin zit? Ik ben heel erg benieuwd of jullie weten wat transseksueel betekent. Dus dat je een transitie hebt gemaakt van geslacht volgens mij? Ja, dat is iemand die niet meer het gender is waarmee die geboren is. Transseksueel niet dat je allebei de geslachtsorganen hebt? Dat je bent omgebouwd naar het andere geslacht dan je bent geboren. Transgender? Oh, ik dacht dat het hetzelfde was persoonlijk. Wacht, transseksueel, transgender? Oeh. Is dat je... Dat je wel nog steeds je piemeltje hebt, maar dat je je als vrouw identificeert? Transgender, transseksueel, volgens mij is het hetzelfde. Ja, tuurlijk. Ik heb heel veel vrienden die transgender zijn. Dus, okay. Wat is het dan? Transgender, zo, de definitie. Als iemand eigenlijk geboren is in het verkeerde lichaam? Nou, dat je van man naar vrouw, van vrouw naar man. Weet jij wat cisgender is? Helemaal niks zijn, ik heb geen idee. Oeh, is dat niet dat je gewoon... hetero bent? Waarom weet ik dit allemaal niet? Ja, het zijn allemaal termen, weet je. Je bent er niet heel veel mee bezig of zo, maar... Zou je het wel willen weten? Sowieso. Kom je dan naar HVA Pride Bites? Dat komt wel helemaal goed. Ja? Ja. Oké. Panseksueel. Panseksueel is iemand die zich tot niks aangetrokken voelt. Of tot alles. Oh, dat je verliefd kan raken op elke seksualiteit. Ja! Love all! Zo, nou, we zijn erachter gekomen dat toch heel erg veel mensen het niet echt helemaal weten. En denk jij nou, oh shit, al die termen, dat is voor mij eigenlijk ook nog een raadsel. Kom dan donderdag 26 november naar de HVA Pride Bites in het Koonstamhuis om 16:30. Want daar kun je ervoor zorgen dat jouw regenboog toch nog net een beetje kleurrijker wordt. Ik zie je dan. Doei!